Nou wordt binnenkort, nou, er staat wel heel lang op stapel, maar er komt een vierde tranche van de AWB. Wat verandert nou die vierde tranche aan het handhavingsterrein? Ja, de vierde tranche van de AWB. Laat ik eerst zeggen wat daarin staat. Eigenlijk twee grote onderwerpen. Geldschuldenregeling. Dat wil zeggen geldschulden van en aan de overheid. Dat is een hele uitgebreide regeling. Dat heeft ook een stukje met handhaving te maken. We hebben het gehad over de last tot de dwangsom. Hè, met bedragen die verbeurd worden. We hebben het gehad over bestuursdwang. Waarvan de kosten moeten worden betaald door betrokkenen. Dat zijn dus financiële kwesties. Die worden voor een stukje ook wat anders geregeld in die vierde tranche. Maar die geldschuldenregeling heeft ook op een heleboel andere onderwerpen betrekking. Daarnaast. Dat is voor dit onderwerp heel belangrijk. Komt er een uitgebreide algemene regeling voor het opleggen van bestuurlijke boete? En dan moet je dus denken aan de voorbereiding van die beslissingen en de inhoud ervan, de verhouding van zo'n bestuurlijke boete tot een strafvervolging. Kan dat nou samen of niet? En wie gaat er dan voor? Dat soort dingen. Dat komt er ook allemaal in. En er zijn ook nog wat bepalingen over de andere sancties. Die dus al geregeld zijn in de AWB, bestuursdwang en dwangsom, die worden op een paar puntjes nog wat gewijzigd, maar dat is wat van ondergeschikt belang. Ik denk dat voor de handhaving het verreweg het belangrijkste is die algemene regeling van de bestuurlijke boete. Hoe zit het nu in die 60 wetten? Die hebben allemaal hun eigen boeteregeling. Die regelingen die lijken overigens veel op elkaar, gelukkig maar. Ja. Maar goed, verschillen toch hier en daar een beetje. En straks gaat die vierde tranche dus zeggen, nou, als je een bestuurlijke boetebevoegdheid hebt, dan gelden die regels. Dus er komt niet een nieuwe bevoegdheid in de AWB. Het is meer dat de regels die daar dan voor gaan gelden, dat die geharmoniseerd worden. Precies, precies. En veel gemeenten met name, die denken dus, als straks die AWB via de tranche in werking treedt, dan kunnen we lekker overal boetes gaan opleggen. Ja. Nou, dat is dus niet het geval. De AWB kent geen enkele boetebevoegdheid toe, maar zegt, als je op grond van een andere wet een boetebevoegdheid hebt, dan moet je bijvoorbeeld, als het een boete is van meer dan 340 euro, moet je die en die procedure volgen. Nou, dat betekent dat er gehoord moet worden dat de ambtenaar het boeterapport opstelt. Hè, dus laten we zeggen de toezichthouder die het ontdekt heeft en die een rapport opmaakt, mag niet dezelfde ambtenaar zijn als de ambtenaar die de boetebeschikking in elkaar zet. Al dat soort regels. En die gelden dan voor al die boetewetten. Dat is dus wel een heel belangrijke verandering. En dat betekent ook dat nieuwe wetten die een boetebevoegdheid toekennen, allemaal eigenlijk tegelijkertijd te maken hebben met die AWB. Dus je hoeft in nieuwe wetten dan niet weer al die procedurele dingen te gaan opnemen. Dus het is handig, het stroomlijnt, het is in die zin belangrijk. Maar het geeft dus geen nieuwe bevoegdheden. En nou nog een ander ding over die vierde tranche, want wij hebben het dan steeds over straks en zo, hè, en binnenkort, en is al een tijdje, staat die op de rol. Ja. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft er al schriftelijk op gereageerd. De regering heeft vervolgens daar weer een reactie op gegeven, hè, in de nota naar aanleiding van het verslag. Oh, je hebt wat dingetjes veranderd ook. En nu moet de Tweede Kamer de zaak mondeling gaan behandelen. Wanneer dat gaat gebeuren is voor mij volstrekt onzeker. Laten we eens aannemen dat dit jaar nog gebeurt. En laten we nou eens heel erg optimistisch zijn dat zelfs de Tweede Kamer er ook dit jaar nog over gaat stemmen. Dan zou het dus naar de Eerste Kamer gaan. Dan moet de Eerste Kamer in 2008 datzelfde traject gaan volgen. Nou, als je ziet dat dit wetsvoorstel nu al een paar jaar, ik meen 3 jaar, bij de Tweede Kamer ligt. Nou, dan zal de Eerste Kamer er niet zo lang over doen, maar een jaar ben je zo kwijt. Dan moet er vervolgens nog invoeringswetgeving worden gemaakt. Dat wil zeggen dat die vierde tranche die zorgt ervoor dat in al die wetten, bijvoorbeeld die 60 wetten waar die boetebevoegdheid in zit, daar moeten natuurlijk allerlei dingen in veranderd worden. Die veranderingen kunnen schrappingen zijn. Ja. Maar ja, het is vaak net niet genoeg om alleen maar artikelen te schrappen. Dus die moet allemaal ook gewijzigd worden. Daar moet natuurlijk ook nog eens een keertje over gedebatteerd worden. Ik denk dat als die vierde tranche in werking treedt op 1 januari 2009, dat een soort record zou zijn. Ik denk dat ze dat niet gaan halen.
Ik denk eerder 2010. Dus kunnen we nog even op wachten voordat de boete geregeld is? Ja, ik heb 4-5 jaar geleden al cursussen, zelfs voordat het wetsvoorstel in werking trad, volgens mij zelfs al 6 jaar geleden, heb ik naar aanleiding van het voorontwerp al allerlei cursussen via de tranche AWB gegeven. Een paar jaar later opnieuw toen het wetsvoorstel er kwam. En nu binnenkort geef ik weer een cursus over handhaving onder de vierde tranche. En in 2010, als het dan in werking gaat treden, dan kunnen we rustig weer een nieuwe ronde van cursussen tegemoet zien.